Heb je dit papier gezien? Nee. Dan krijg je het van de week van mij. En dan heb je waarschijnlijk ook... Goedemorgen. Goedemorgen. Nee, dat is niet gezien. Nee, heb ik ook niet gezien. Dat is vreemd, maar ik zal zorgen dat je ze kan krijgen. Jezus, nou. Fijn dat je er bent. Dan kunnen we beginnen. Goed dat jullie allemaal konden komen op zo'n korte termijn. Ik, de GGD, ben benaderd door woningbouwvereniging BOVA, Bas van der Zwaag. En gezamenlijk zijn we bij meneer Verhagen op bezoek gegaan. Het was maar van korte duur, want zijn kleinzoon kwam thuis en heeft met zeg maar duidelijke bewoordingen ons eruit gezet. Met duidelijke bewoordingen, ja, zo kun je het natuurlijk ook zeggen. Oké. Met stevige vloeken ons eruit gegooid. Ja. Maar we hebben wel kunnen zien dat de situatie ernstig is en ik heb het voorgelegd en besproken in het zorgnetwerk. Er is besloten een MDO te beleggen. En, want er is, de situatie is wel urgent in verband met mogelijke huisuitzetting door huurachterstand. Meneer Verhagen heeft aangegeven op hulp wel prijs te stellen. Dus laten we nu eerst eens even op een rijtje zetten wat we van de situatie van meneer Verhagen en zijn kleinzoon weten. Bas, wil je beginnen? Meneer Verhagen heeft een huurachterstand van 3 maanden. Wij staan op het punt om een incassobureau in te schakelen. Maar... bij mijn bezoek ben ik erachter gekomen dat meneer Verhagen niet zelf zijn administratie voert, maar dat als het ware heeft uitbesteed aan zijn kleinzoon. Die trouwens ook, mind you, zijn pinpas beheert. Meneer Verhagen kon dus niet weten dat de huur niet meer werd betaald. Volgens mij wordt hij uitgebuit door zijn kleinzoon. Maar omdat meneer Verhagen een trouwe huurder is met een onberispelijk huurdersverleden, zijn wij bereid om te kijken of we op een of andere manier een oplossing voor die betalingsachterstand kunnen vinden. Dat is mijn insteek, zo staan wij hierin. Nou, ik ken die kleinzoon, Matthijs Bakker, jazeker. Ik zie hem regelmatig hangend en blauwend in de buurt. De politie heeft registraties van de afgelopen 2 jaar. Hij is, even kijken hoor, 1 keer opgepakt voor openlijke geweldpleging en 2 keer voor winkeldiefstal. Hallo. Ja, en hij was toen in behandeling bij de GGZ-verslavingszorg omdat hij gokte, klopt toch? Ja. Ja. Ah, daarom had hij geld nodig. Inderdaad. Ja, Matthijs was bij ons in behandeling. En ik heb de behandeling afgebouwd, want hij was 1 jaar gokvrij. Mm-hmm. Hij is alleen op de laatste afspraak niet komen opdagen. Dat is zo'n 3 maanden geleden nu. Ik heb bij Weerwerk met Matthijs gewerkt. Hij is erg handig met computers en dat heeft ook zijn interesse. Mm-hmm. Met heel veel pijn en moeite heb ik hem op een ICT-opleiding weten te plaatsen. Maar ik heb dus net gehoord dat hij daarmee gestopt is. Wat mij betreft wordt het plaatje wel duidelijk. Ik ken beide mensen niet. Ik heb nog in het systeem gekeken bij maatschappelijk werk. Ze zijn beide niet bekend. Ik wil nog even wat kwijt over de relatie van opa en zijn kleinzoon. Voordat ik met Bas eruit gezet werd, hebben we nog wel even met meneer Verhagen gesproken. Kleinzoon woont vanaf zijn 15e, dat is dus nu al 8 jaar, bij zijn opa. Meneer Verhagen vond dat zijn dochter haar zoon verschrikkelijk behandelde. Wat er toen speelde, wilde hij niet aan mij kwijt. En heeft hem daarom in huis genomen. Ze hebben nauwelijks contact met de rest van de familie. Meneer Verhagen is aan het aftakelen en is daardoor afhankelijk geworden van de zorg van de kleinzoon. Zijn huis en meneer Verhagen zagen er verwaarloosd uit. En door het feit dat hij eerst Bas en later ons beiden uit het huis heeft gezet, lijkt het erop dat de kleinzoon opa isoleert van de buitenwereld. En dan is er nog het vermoeden van financiële uitbuiting. Wat vermoedend. Een gokverslaafde en een lege bankrekening. Ja, hoe duidelijk wil je het hebben? Het is denk ik duidelijk dat we naar het slachtoffer zowel als naar de dader stappen moeten ondernemen. Laten we beginnen bij meneer Verhagen. Ik ken beide personen niet. Maar ik denk dat het heel belangrijk is om te weten hoe meneer Verhagen er precies bij zit. En daarmee bedoel ik zijn fysieke en geestelijke gesteldheid. Ik wil vaststellen hoeveel hulp en zorg hij nodig heeft en of hij zijn eigen financiën op orde kan brengen. Dringt het wel tot hem door wat er aan de hand is? Als we dat duidelijk hebben, kunnen we kijken wat er moet gebeuren. Ja, heel goed. Want we moeten uiteindelijk toch tot een financiële regeling komen. Ja. Iets anders. Kunnen we die kleinzoon niet gewoon aanklagen? Dan moet er wel een aangifte zijn, Bas. Ik denk niet dat meneer Verhagen zijn eigen kleinzoon gaat aangeven. Ja, maar niet te doen vind ik ook geen optie. Nee, Bas, zo werkt het niet. Ja, hoe het werkt, werkt Even terug naar meneer Verhagen.
Mogen we ervan uitgaan dat de woningbouwvereniging de incassoprocedure nog even in de ijskast laat staan? Ja, maar met een nadruk op even. Oké, Hanna, dan kun jij bij meneer Verhagen op bezoek. Dat moet je dan zo regelen dat de kleinzoon niet aanwezig is, anders sta je zo weer op straat. Ja, hoe regel ik dat? Ik weet alleen dat hij vaak 's middags met jongens op het Lorenzoplein staat te blowen. Dan zou je het eventueel kunnen proberen, maar ik kan het je niet garanderen, Hanna. Dat is goed, ik zal het proberen, maar lukt dat niet? Dan kan de kleinzoon misschien een afspraak maken bij verslavingszorg of bij weerwerk. Ja, dat is goed, tuurlijk. Ja, dat is goed. Goed, laten we dan nu kijken wat we met de kleinzoon kunnen. Ik zou hem graag uit huis zetten, maar hij heeft inmiddels huurrecht opgebouwd, dus dat gaat natuurlijk niet. Kunnen we hem niet in een traject tot begeleid wonen stoppen? Ik bedoel, Knul van 23, die bij zijn opa woont. Is dat niet echt wat je noemt gezond? Ik denk dat we weer stevig moeten gaan inzetten op een behandeling van zijn verslaving. Daar wil ik me echt voor inzetten nu. Echt. En tegelijkertijd moet hij ook werken aan zijn toekomst. Als weerwerk dat nou eens met hem oppakt. Dat lijkt me moeizaam, werken met een verslaafde. Nou, ik vind het wel een goed voorstel. Dat hij naast het werken aan zijn gokverslaving iets afleren ook bezig is iets op te bouwen. Iets waar hij goed in is. Jij zei toch dat hij daar goed in was en interesse had? Ja, kijk, dat op zich wel. Maar hoe betrouwbaar is deze knaap nog? Ja, dat is nu gissen. De vraag is, wil weerwerk na zijn terugval toch de draad weer oppakken met deze jongen? Nou, ik moet zeggen dat ik wel wat zag in die jongen. Hij haalde ook wel goede resultaten. Nou, oké. Okay. We gaan er nog een keer voor. Het is nu nog mogelijk dat hij die opleiding weer oppakt. Ja, jullie kunnen hem niet echt dwingen, jongens. Ik wil wel wat meer druk op de ketel bij de jongen. Heel goed. Zal ik anders een gesprekje met hem voeren? Zodat hij weet dat hij te ver is gegaan en dat hij in de gaten wordt gehouden. Oké. Duidelijk. Goed, dan zijn we er. We hebben afgesproken dat Hanna gaat onderzoeken en inventariseren wat er met meneer Verhagen aan de hand is. Bas, zou je even willen wachten alsjeblieft? Zodat we verdere stappen kunnen uitzetten. Ton gaat met de kleinzoon werken aan een afkikprogramma. Diederik probeert hem weer op een ICT-opleiding te krijgen. Ashraf heeft een stevig gesprek met hem. En Bas wacht met de incassoprocedure. Ik stel voor dat we over 4 weken weer bij elkaar komen. Zelfde plaats en zelfde tijd. Kun je het even de mail gooien? Doe. Mensen, fijne dag. Dag. Bas, morgen. Dag. Ziens allemaal. Tot ziens, hè. Dag, dag Tom. Bedankt voor jullie inzet en succes. Dag. Dag, Hanna. 4 weken. Even eerste mededeling. Diederik van Weerwerk is verhinderd. Nou, jullie hebben al begrepen waarom we nu op een vervroegd tijdstip weer om de tafel zitten. Daarom is Christine de Kroon, de case manager, tijdelijk huisverbod aanwezig. Christine, misschien kun jij even kort vertellen wat er gebeurd is. Ja. We hebben een tijdelijk huisverbod opgelegd aan de kleinzoon Matthijs. Hij is nu 6 dagen geleden volledig door het lint gegaan. Hij heeft zijn opa geslagen en uiteindelijk met een mes bedreigd. Gelukkig werd de bovenbuurvrouw gealarmeerd door het lawaai en zij heeft de politie gebeld. De politie heeft hem meegenomen en toen is het huisverbod opgelegd. De jongen zit nu bij de daklozenopvang. De aanpak van de situatie van de kleinzoon en de opa tijdens het huisverbod valt onder mijn regie. Deze time-out is uiteraard bedoeld om de hulpverlening op gang te brengen, maar ik begreep van Els dat jullie al met ze bezig zijn. Dus ik wil nu graag met jullie overleggen hoe we tijdens dit huisverbod de situatie wat verder kunnen helpen. En hoe is het nu met meneer Verhagen? Die heeft acuut hulp nodig. Ja, gelukkig heeft de bovenbuurvrouw aangeboden voor hem te koken en de hoogst noodzakelijke dingen te doen. Maar dat is natuurlijk wel tijdelijk. En familie is er niet. En we moeten ons realiseren dat dit de 6e dag is van het tijdelijk huisverbod. Na dag 10 kan hij weer terugkomen, hè? Ja, klopt.
Ja, wat glashelder is, is dat deze jongen een groot probleem heeft met het gebruik van middelen. Niet alleen met gokken, maar ook met drank en drugs, hoor ik nu. Ik zou hem wel in de detox op willen nemen. Ja, zou hij dat wel doen? Ja, een rechter kan het hem opleggen, maar voordat zijn zaak voor de rechter komt, zijn we weer maanden verder, hè? Ja, die jongen moeten we nu toch eens stevig kunnen aanpakken. Ja, Matthijs is nu wel erg van streek. Hij schaamt zich voor wat hij gedaan heeft, dus hij wil er nu wel iets aan doen. Kunnen we daar dan geen gebruik van maken? En zo snel als het kan, in zo'n 24 uur afkikprogramma plaatsen. Ja. Ik werk daar graag aan mee, want ik denk dat zijn behandeling tot nu toe te vrijblijvend is geweest. Zeg ik nu hoor, na dit gewelddadige incident. Ja, ik denk dat het vrij snel te regelen is. Denk. Nou ja, oké. Ik ga dat nu regelen. Ja, maar hoe krijgen we hem zover? Heeft hij wel door dat als hij meewerkt, dat dat goed kan uitpakken bij de rechter? Zal ik dat eens aan hem uitleggen? Goed. Naast dat afkikken moet er volgens mij ook een traject worden ingezet naar zelfstandig wonen. Of een eerste stap naar begeleid wonen. Die ongezonde relatie met zijn opa moet doorbroken worden voor hem en voor zijn opa. En we kunnen Diederik van Weerwerk vragen of die ICT-opleiding nog een optie is voor Matthijs. Ja, we kunnen dat ICT-traject wel op ons programma laten aansluiten. Maar er zijn wel weer wachtlijsten voor. Maar ik zorg dat dat gewoon meteen geregeld wordt. Ja. En hoe nu verder met meneer Verhagen? Ik zal direct een spoedaanvraag doen voor thuiszorg in overleg met de huisarts. Ik heb bij mijn eerste bezoek genoeg gezien om dat te kunnen rechtvaardigen. Maar het gevaar is wel dat als de kleinzoon terug mocht komen, we die hulp op termijn kwijt zijn. Ja, en dan is er ook nog het probleem van de huurachterstand. Kan meneer Verhagen die afbetalen? Meneer Verhagen is er zelf achter gekomen dat de kleine spaarrekening die hij had is leeggetrokken door Matthijs. Dus er zal een afbetalingsregeling moeten komen. Ja, oké. Maar zorg dan wel dat daarin is opgenomen dat de lopende huur wordt doorbetaald. Maar Hanna, wat weet je nu over de capaciteiten van meneer Verhagen? Ik ben bij meneer Verhagen geweest. Hij is kwetsbaar. Hij mist het overzicht. Hij begrijpt veel van de ambtelijke taal niet. Het dringt allemaal niet tot hem door wat er aan de hand is. Ik heb even bewindvoering gesuggereerd, maar dat wil hij niet. Ik denk dat hij zijn kleinzoon niet door het hoofd wil stoten. Als ik hem nou eerst met zijn financiën help, denk ik dat hij een eind kan komen. Ja, kwetsbaar zeg je. Ik vind dat hij wel een verhoogd risico loopt. Want als zijn kleinzoon toch mocht terugkeren, dan begint alles weer van vooraf aan. Ja, dat begrijp ik, maar ik wil het toch proberen. Ik wil graag dat mensen in hun waarde worden gelaten. Dat ze zelfstandig blijven, dat ze de regie over hun leven houden. Ik ga hen begeleiden. Ik neem het op me. Ja, ik vind het een prima uitgangspunt. En toch heb ik de overtuiging dat meneer handelingsonbekwaam is. In ieder geval als het gaat om zijn financiën. En dan is dit het moment waarop de hulpverlening kan, mag en moet handelen. Ja, zelfbeschikkingsrecht is een groot goed, maar ik ben het met Els eens. Maar ik denk echt dat de tijd rijp is voor de hulpverlening om in te grijpen voordat het verder escaleert. Dat is het beste, zowel voor meneer Verhagen als voor zijn kleinzoon. Mooi, ik sluit me daarbij aan. Als we nu de mogelijkheid hebben om deze situatie te stoppen, grijp hem aan, zou ik zeggen. Hanna, wat denk je? Is bewindvoering al dan niet vrijwillig een optie? Ja, het is een optie. Ik denk dat als meneer Verhagen weet dat er goed voor zijn kleinzoon wordt gezorgd, hij er wel mee instemt. En bovendien, hij vindt de financiën lastig en zijn ogen worden steeds slechter. Goed. Dan stel ik voor dat we dat gaan doen. En dat we hiermee de uitbuiting echt kunnen stoppen. Goed. Ik neem het op me. Nu ik dit allemaal zo hoor, lijkt het me duidelijk dat hier sprake is van een onveilige situatie. Ik ga advies uitbrengen om het huisverbod te verlengen tot 28 dagen. Dan hebben jullie tijd om de zaken te regelen.